Rechts afbuigen. Zijn die ze rein? Ja, die zijn dus verkeerd. Volg B8 richting Ries gedurende 22 kilometer. Ja. Ze zijn, we rijden nu zometeen midden in, denk ik. In Elte slaan links af naar de Bergstraat. Oh. Die weg hebben we echt nog niet gehad. Ik volg gewoon navigatie inderdaad. Ja. Dat dan klopt het niet als het tomtom en daar op de staat van linksaf. Nee, welke klopt dan? Maar het kan best zijn dat degene die hier nu helemaal vooraan rijdt, ook op de navigatie rijdt. Na 200 meter ga rechtdoor op de rotonde en neem de derde afslag. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de derde afslag. Maar gaan we onder een heel mooi tunnel vinden. Na 100 meter ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Ga rechtdoor.
rechtdoor op de rotonde en neem een tweede afslag. Na 300 meter links afslaan. Links afslaan. Maar er rijdt er nog één Corvette voor ons. Wie reed als eerste weg? Ik weet. Na 300 meter ga rechtdoor. Allemaal bij ons weer. Nou, je krijgt ze nooit allemaal bij je. Nee, maar wij hadden ze wel bij ons. Maar ik heb nou die gele Corvette ook weer achter me zitten. Ja. Ik heb het groepje bij me. Volgens mij. Ik had alleen ondertussen verwacht dat er al wat meer waren, maar... Waaah, een rondje in de achter. Geeft al wat gaas. En het is wel mooi, ik denk zo naar dat kikken. Iemand moet wel in de gaten houden als we straks weer bij die volgende tussenstop zitten. Wat denk je dat ik aan het doen ben? Kruisjes zitten. Ja, nee, is goed. Ik heb er al even... Zo, goedemiddag. We zijn weer bezig met de toerrit door Duitsland. Bij de Stingray Club 82. Alleen op dit moment heb ik totaal geen Corvettes meer voor me. Geen Camaro's, geen Firebirds. De koploper is namelijk nu een zwarte BMW uit Nederland. En dan de rest rijdt allemaal achter ons. Dat is even zo ingepland. Ze konden geen kaart lezen. Daar hadden ze een beetje problemen mee. Sputten ervan. Nee, ja, nu gaan we dus op onze manier gaan we rijden. En dit wordt een beetje kronkelweggetjes. Berg en dal. Kleine autootjes, komt nog een auto aan. Moet de bestuurder ook wel een beetje in de gaten houden. En dan ben ik ook nog reporter, want mijn reporter die is er weer niet bij. Dus, maar we gaan weer even de camera omswitsen. Dan kunnen jullie een beetje van de omgeving genieten. En wat vind je ervan? Dat je voorop rijdt? Ja, prachtig. Wil je dat vaker doen met de BMW? Nee, volgende keer nemen we de Corvette van mij. Oké.
Er wordt wel live opgenomen, maar niet live op de internet gegooid. Dat krijgen jullie later allemaal te zien. We gaan eerst genieten. Van de weg rechts afslaan, Schutzenstraße. Nee, Gerry. Oh, dag alleen. Bij jou nog, Gerry. Je hebt je nog niet aan mij gegeven, Gerry.
Zijn we bij de rasplatland? Nee. We zitten nu bij onder snelweg door, weg vervolgen. Na 600 meter houdt links aan. Dit is de auto. Na 100 meter. Rechts en u bent er. Let op met oversteken. Oké. Na 300 meter ga rechtdoor. Staat hier dat ik nog 70 moet? Nou, ik heb het over. Dan laat je het daarna, hè? Naar de tussenstop. Oh, ik dacht dat het al bijna was. Oh, sorry. Daar hebben we het niet over. We hebben nu even rustpauze, daar zijn we al. Appels. Leuk kerkje, Ger. Zie je, Gerry. Oh, Black Scouts. Leuk kasteeltje. Dat is mooi. Ja, als je zo dat kasteel rijdt, ziet er achter ons al. Nou, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Nou, niet alles, maar. Burgt Altena. Oké. Ja. Nou. Ziet er wel leuk uit. Een leuk huis. Die ook. Die is ook op toch. Lijkt wel of ik bij de moezel rij, hoor. Na 300 meter links afbuigen, B236 richting Lunestad. Links afbuigen. Het zijn hier allemaal van die oude. Oh, die is ook leuk daar. Volg B236 Lindertstraatse gedurende 13 kilometer. En dat komt meestal wel goed. Ja, ik vind het wel. De telefoon in de hand, pen in de hand, de routebeschrijving, of kijken de route hoe ze het moeten rijden. Het is allemaal echt. Dat is toch pist. Ja, dat zou misschien niet over moeten komen. Dus echt puzzelen en kijken voor. Nou, ik rij mooi rustig aan, hoor. Moet je zeggen, daar zijn geen belletjes op. Nee. God, wat kalfjes. Het is geen Oostenrijk, hè? Nou, kalfjes, een Nederlands stier. Wat een kalfje. Oh, hier. De kerncentrale koker. De nuclear powerplant. Tussen de benen. Nou ja. Hey, gewoon. Kijk eens, al mooi. Oh, die is dan nat. Ja, iedereen springt wel. Ja, daar ben je helemaal nat. Ja, waarom?
Maar hij heeft een voordeel. Nou, nee, er komt. Hans zit er in ieder geval achter. Oh, maar de. En die. Ik word handig. Ja. Ik denk dat we straks, nou die kom ik niet meer tegen, want die gingen er iets te snel voor. Maar ik denk dat die andere groep ook deze route rijdt. Ja, op een andere, weet niet. Ik denk deze. Ik denk dat, omdat ze op een pad, ik denk dat iemand lang in zijn navigatie, net wat ik nu gedaan heb, ja. Hotel Stroek, rijden. Ja. Volg mij. Goed is, dan zien we ze wel weer terugkomen. Wat dan begint ze eens helemaal. En straks zullen wij het gewoon op die weg uit en dan rijdt André mooi voor ons. Kan je gelijk inchecken voor ons. Oh, er zitten hier ook wel een paar beste passen in. Deze was soms uitkomt op weet je, we slaan af en oh ja, wat niet handig. Hier stouw. En we wachten. Ja. Links afbuigen. Is je zusje getrouwd, dat is ook verdoemd. Ja.
Ja, mijn zusje was ooit getrouwd op een vrijdag de 13e. Ja, maar die spoort niet. Café rijden. Ga eerst naar de rotonde en neem de tweede afslag. Ja. Zijn dat ook al? Oh, dan komen we langzaam op het café op en wel langs. Rood. Zal ik hem opnieuw kunnen instellen? Nou, moet het eigenlijk wel. En de loon uit de kaart. Na 400 meter links afslaan, daarna links afslaan. Ja. Voor mij zit vind het toch vast naast mij. Links afslaan, daarna links afslaan. Dus dit is de route die we... Gaan we naar rechts? In mijn beleefwereldje, hè? Ja. Ga naar rechts. Nee, rijdt niks meer bij ons. We zijn nu met z'n tweeën. Ja. Klaar. Nou. Misschien dat we straks wel weer aansluiten of in de... bestemming aan. De weg door is. Oh, ja, want er is maar één afsluiting. Oh, goed. Ja, dat doe je maar even alweer. Kom over nog een ander hier wel verkeerd. Je moet afslaan, toch? Links afslaan. Ja, dat is niet heel erg fout. Zie je gewoon de tomtom volgen? Ja, dan doe dat hem zo gezellig. Moeten we even wisselen of zo? Nee. Ook uitzicht naar beneden. Als je wat ziet. Terug uit je motor. Kijk eens. Oh, maar dit stuurt met de auto ook al leuk hoor. Hé, er weer eentje. Not that you need to.
anders sta ik vangen. Serieuze auto's zijn die hier met 70 km per uur naar beneden gaan. Ook al zegt het bord dat mag. Ja, die herkennen ons niet. Klopt het loon? Hieraf? Hieraf. Rechts afslaan. Volgende tekst. Cool toch zo? Ja, oh, hier waren we al geweest. Een andere kant. Bij de motor, bij de Mercedes nog bij.
eerste afslag. Volg de weg voor 11,5 kilometer. Oh, hij zegt mij van 500 meter. Een hele stoel achter ons overal.
dat was ook de trein van de kaartlezer met op de kop. Dus na circa 8,5 kilometer neem op de rotonde de eerste afslag. Ja, dan is toch bijna bestemming bereikt. Gisteravond reden, maar. Hello.
Ja, ik zag boos en heel erg van de city cap. Dat is een oude camper. Ik heb het gewoon. Wat dacht jij dan? Dat is wel het lekkerste. Ja. Ja, moet toch wel goed. Dus. Je moet ook een heleboel van de boot af, hè? Ja. Maar ik denk dat het goed is. Hang je maar stop niet op. Je moet er achter op aanbreden, hoor. Ja, we moeten er achter op aanbreden. Tickets voor je koop naar boord. Ja, nee, maar dat is allemaal. Dit is al betaald, dat is al geregeld. Hij werd een grote bed. Zo, dat was net uit de lucht. Schiet hem uit de lucht. Zo raar, even kijken. Ik denk, schot door dat op. Oh, wat nou? Op batterij leeg. Low battery. Waar is dat? Oh nee, je hebt ook wel eens als ze naar boven komen. Als ik mijn broek op ga rollen, zou dat lukken? Ja hoor. Oké, lekker. Ja, dat gaat wel. Dat was het uur. Dat is een beetje dik waard. Weet je, iets te zwemmen in het water? Ja. Beetje wit. Ja, dan komt het open stukje, hè? Fiets erin. Als hij al 30 is, dan kan hij al 16 jaar. Gaan ook een borstkorst, hè?
Dat werd net gebracht. Net van de. Ik zag die blad met taart van die kant naar die kant lopen. Dat werkt. Taart niet, maar. Zag jij de taart lopen? Ja. Ik denk dat fout. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nu weer... Kijk, twee tegelijk. Nou, hoe laat is het nou? Het gaat overheen. Meer dan anderhalf uur. Ja, hij, ja, maar als je kwart voor 12 opgestapt. Dat is voor één. Het is nu half uurtje gekomen. Waar zou je vandaan naartoe? Ja. En die ook niet met wie ziet komen? Nee. De boottocht begon om 12:45 en eindigde om 14:15. Gaat over twee. Zou je nog een uur moeten? Ja, maar we zouden ook nog langs de stil meer dan. Nou, we gaan zo zien. Oké. Okay. Dank je. Zweimal Bockwurst, zweimal Wasser. Zijn we terug aan het slaan? Ja, voor mij wel. 2 uur duurt normaal zo'n vaart. Nou? Ja, wat hier is alweer die... We staan in vuur. Ja. Ja. Normaal is het 2 uur. Ja, op de planning stond anders. Maar jullie eerder ook anders stonden? Hm? Dat is de camper van jullie eerder? Nee, oh, okay. Wij stonden er bij de Beekendam. Okay. Altijd zo mooi. Die hebben ook best wel altijd van... meestal de laatste van jullie vakantie en de eerste van augustus. En als we dan die laatste week weer kwamen, hij direct al in de gaten dat het al voor eerder donker was. Maar met mijn zaten dat we een tussenpunt binnen en jullie mooi weer hadden. Ja, ja. Dat kan net een grap zijn. Ja, maar hier gaat het zo in. Harry. Klaar.
Nee. Nee. En dan komen we straks drie op de vraag. Hat Ihr Kapitän natürlich vorgesorgt. Ein heißer Kaffee bei steifer Brise, der wirkt Wunder. Dazu gibt's Fässer voll Bier und Rum, außerdem alkoholfreie Getränke für unsere Leichtmatrosen. Für die Kenner eines guten Tropfens haben wir noch etwas ganz Besonderes: unseren hier an Bord gereiften Biggesee-Verbiet. So, wir nehmen jetzt Kurs Richtung Biggedam und die alte Hansestadt. Passagiere, die dort an Land gehen, können direkt umsteigen in unseren Bigolino. Die Bimmelbahn bringt sie in nur 30 Minuten bis auf den Marktplatz. Das sieht in die Cola. Das ist aber auch wie wär's? Ja, aber vorher ich immer werde, das ist ein Stand, das ist ein Stand, das ist ein Stand, die Wetterhöhle mit der bizarren Kopfspannung. Eine knappe Dreiviertelstunde dauert die Entdeckungsreise tief unter der Erde. Da staunt sogar Ihr Kapitän. Ach so, bevor ich es vergesse, Sie können dann anschließend wieder hier bei uns anheuern. Lassen Sie sich Ihren Landgang auf dem Ticket beim von Bord gehen vermerken. So, nun möchten Reederei und Kapitän Ihnen unsere beiden Schiffe kurz vorstellen. Das Galerieschiff Westfalen ist das Flaggschiff von Biggesee. 750 Passagiere haben hier Platz. Die Westfalen hat eine besondere Geschichte, kein Seemannsgarn. 1991 wurde sie in ihrer Heimatwerft in Sondern in der Mitte durchgeschnitten und es wurde eine Galerie hineingeschweißt. Damit wurde das Schiff um ein Drittel auf jetzt 55 Meter verlängert. Und wir wünschen uns auch ein ganz besonderes. Ja, da kann man sich so mysterisch aussehen. Können die jungen Matrosen ihr Patent machen oder einfach nur Kapitän spielen. An besonderen Kindertagen machen wir aus Schülern Seekadetten. Dus op die kant ook nog, jongens. Nee, we kunnen er nog een keer doen. Zijn die leuk nog aan die gang naar beneden? Dat is zo weer. Dat is wie bij euch in Holland in meer. Zandvoort. Zandvoort aan de zee. Ja, maar het is een beetje apart, want hier is hier anders. Meer is een zee en de zee is een meer. Ja. Ja. Alles goed. Aankennen. Ja. Rubbewoud. Ja. Maar die man die dacht van mij begreep van een vondel. Geen koek, hè? Dat zeiden ze vroeger nooit. Nee? Bootjong. Bootjong. Oh. Oh, dat is geen hond. Ja, ja, zie je. Nou ja, dat is helemaal niet te geloven. Er zit ook niemand meer in, kijk dan. Meneer, u moet hem anders op draaien. Hij deed het even verkeerd. Even draaien. Hij deed een surf. Hij maakte een surfplaat. Hij duwt de kiel naar beneden, anders kan hij niet meer. Kijk, zie je? Nou gaat hij opkeren. Ja, dan moet hij maar op de boel. Om met deze die rechts op te gaan met de kant weg, hoor. Dat is waar, om die op te krijgen. Ah ja, je bent in stap. Ja, dat is niet mee. Ja, dan heb je hem net bijna en dan wil ik erop klimmen. Ja, ja, ja. Heel leuk. Dat is een eer van helpen. Waarom dan? Er zijn er meer bootjes. Ja, er komt. Ja,
Hopsa. Tadaa. Nou, die is even gekiel. Nou, wacht. Hij steekt de hand op. Ja, de wesp is nu weg. Hou zo. Oh, daar zitten wij aan de goede kant. Daar gaan we even filmen. In 12 had hij de kunstler Friedrich Freiburg uit Rönninghausen geschaffen. Ihren Namen had ze im Rahmen eines Schülerwettbewerbs bekommen. Namenspatronin für die Catania ist die für die Atterhöhle die große Fürstin Atta. Die Friedberg-Insel ist übrigens Vogelschutzgebiet. Hier brüten seltene Vogelarten wie Kormoran, Fischweier und der schwarze Milan. Kapelle Wald. Eigentlich sollte sie 1965 beim Aufstauen der Dinge für immer in den Fluten versinken, aber man hat sie gerettet. Sie wurde abgebaut und ein paar Fuß oberhalb ihres alten Standortes wieder originalgetreu aufgetaucht. Auf gleicher Höhe wie die Ruine, das Backbord, also links oberhalb des Strandbades, finden Sie unseren Ausgang. Ich meine die Aussichtsplattform. Der Stahlmast ragt 90 Meter über den Wiegesee. Oben hat man einen einmaligen Blick, nicht nur über unser Seegebiet. Das muss man erlebt haben. Von da oben kann man erst so richtig erkennen, wie schön unser Wiegesee hier liegt. Mitten in der Natur. Nachts ist das begehbare Kunstobjekt so beleuchtet wie der Hafen von Shanghai, kann ich Ihnen sagen. Und dann sieht der Turm aus wie das Kreuz des Südens. Mitten auf dem Wiegesee, sehen Sie das? Das ist der Leuchtturm von Wiegesee. Leuchtturm, so heißt das Café-Restaurant. Also ehrlich, da gehe ich am liebsten. Die Speisekarte, da gebe ich jede Seekarte für her. Und dazu ein frisch gezapftes Bier am Oberdeck. Lecker! Veel doet nog.
als je hier traint, jullie rijden. Je bent aan de afdeling die de aantal uren zo, dan kun je dan opstappen. Ja, die zit hier in op je beneden. Ik wil dan kun je door een beetje dan afstappen. En de volgende keer kun je weer terug hebben. Dan kun je eten, drinken. Ja, nou zie je het weer. Ik had ook op Facebook al dingen opgezocht. Een stukje, hè? Ziet u? Dat is een ruïne, ja, maar er is niet zo veel boom voor, het is wel wat groter. Daar is hier is de camping achter en daar zijn wij jaren. Ze hebben er ook een zwembad op het straks. En dan kon je dat ook. Ja, er zit ook een verandering. Maar kun je zien dat er nu niet meer veel verandert. Hier heb ik ook een Heb je gisteren daar boven gestaan? Ja, er staat ook zo'n een van de hier beneden geparkeerd en dan kan je er zo heen lopen. Ja, een beetje. Ja, 500 meter. Ja, er staat zo'n rond ding met die wekken erom en dan kan je hier overal gewoon naar uitkijken. Ja. En er staat zo'n hutje naast, dus van de wandel. Ik denk gisteren toen we verkeerd gereden zijn. Ja, denk ik. Ja, want wij ook niet hebben de zee gezien, hè? Hoe zien we het vanaf deze kant? Daar zit wel wat anders op. Een motortje? Ja, een motor. Dat is geen overkapping. Nee, dat niet.
Hoe zit het met veranda? Beter dan de Jetsen kan. Dan zijn ze minder.